Nou, het is inderdaad deze woning. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer zaterdag 23 januari 2021. En het is nu 2:50 in de middag. Ja. En zoals jullie zien, loop ik lekker met Lady buiten. En wat we gaan doen? Ik weet het. Maar weten jullie het al? Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, yeah, joepie! Goed zo. Goed zo, wijfie. Lekker, hè? Lady is lekker aan het slijmen. Lady is lekker aan het slijmen. Ja, je bent lekker aan het slijmen. Dat zie je niet zo vaak bij jou. Nee, slijmbekkie. Lekker, hè? Hey, tut. Ga maar lekker slijmen, hoor. Ja, en dan ga ik nu even naar de kelder. Kijk, daar rijdt er ook. Jee. Deze nog rechtdoor. En met daar zijn ze dus aan het bouwen. Ja, oké. Okay. Waar Kio het altijd al continu over heeft. Nou, Roos nog even binnen volgens mij, want we hebben nou net weer even boodschappen gegaan bij Isaac en de Schittering, bij de Vinkenbaan. Vanuit daar gaan we even naar de Kreekplein, maar daar gaan we niet naartoe. Want we gaan dan direct door naar het geboortehuis van mijn oma, waar zij is geboren. Dat vind ik wel juist fijn om even daar naartoe te gaan. Dat vind ik leuk, waarom weet ik niet, maar oké, okay, nou ja, ik weet het wel. Maar kijk, daar komt Ro al aan, kijk. Hoeveel heb je afgekocht? 9 boodschappen, dat is nog genoeg. 3,50. Ja. Het slaat nergens op, ik weet het. Kom maar. Kom maar, hier ja, even. Een kazantje pakken. Ja, jij mag ik even. Ik heb het juist voor jou hoor. Nee. Ja, dus ja, wij gaan dus nu richting de Kreekplein, maar dan gaan we niet naar binnen, want we gaan nu namelijk naar, hij is open, naar, en naar de geboortestraat en van mijn oma. Wat het is. Zo, kijk. Leuk. Weet mijn hond niet waar we zijn. Ja, daar en daar hebben we Lidl, een winkelcentrum. Gezondheidscentrum Lange Hille. Oké. Bloemhof. Oké, daar zijn we dus. Bloemhof. Oké. Ja, van rechts, hè? Nee. Ontvangen, PHP. Ja, ook. Hadden we nou net jou ook voor ons, of wat? Nee, een andere. Ik ben gelijk aan het filmen en gelijk de navigatie aan het doen. Navigatie aan het filmen is ook leuk. Kijken. Ja.
waar die ene, waar die auto nu rechtdoor, die witte, daar moet je naartoe. Die kant moet je op. Want hier mag je er niet af. Kijk, je moet hier inderdaad. KFC, oké. Yay, olari. Voilà, joepie de poepie. Voor de mensen die hier wel wonen, Wapenstraat, Hillevliet, oké. Het lijkt wel of het vlakbij een centraal is, joh. Ja. Oké, wat gaat er hier niet goed aan? Dus dat het niet doorrijdt. Oké, nou moet ik heel goed opletten, want ik ben gelijk aan het filmen en mijn navigatie aan het doen. Dan moet ik zo een hele rare bocht maken. Je moet weer die kant op. Die kant op, ja. Daar zag ik al, je moet een hele rare bocht maken. Die kant op. Yes, sir. Hebben we hier niet eerder gereden? Toen met Jessica? Toen met Kanai? De achterbank? Ja, volgens mij wel. Ik herken dit. Even één straatje vergist. Was even niet aan het opletten, sorry. Zometeen moet je even hier returnen. Die kant op. Torren, ja. Ja, joh. Gaan we hier torren. Na deze auto kun jij hartstikke idee en doe je voordeel erbij. Top. Ja, het had gekund, maar even kijken, opletten. En zometeen hier kun je ergens, zometeen hier er ergens in. Hier kun je erin volgens mij. Hier erin, rechtdoor gelijk. Nou zit die vervelend te doen. En dan moet je hier ergens op deze kruising erin. Rechtsaf. Ja. Hier erin. Draai maar mee met je navigatie toe. Maar goed zo. Ja. We zijn er bijna. Christiaan de Wetstraat. Het is nogal druk met kinderen buiten spelen. Dat is lekker. Niet deze straat, maar de volgende. Daar gaan we erin. Dat is deze straat. Gaan we erin. Zo raar. Om dus in Omaha straat te zijn. Waar ze is geboren. Grappig. Ze zijn dus hier aan het renoveren, joh. Kleine huisjes. 119. Een stukje door. Is dat? Ja, daarom. Een stukje door. Kijk, want dit is 101. 315. Parkeren maar daar even hier zo. Nou, we staan dus bij mijn oma, haar ouderlijk adres van 1923. Toen is ze geboren. 1923. Het zal voor mensen heel raar zijn dat ik hier aan het filmen ben. Maar ik kijk hier dus namelijk het trappen, hier het dingetje in. Wat zie ik? 119.
Dus dat moet dan, dat is dan de bovenverdieping dan. Want ik zie ook hier nog een, of het is erachter, kan ook. Dat er achter een woning is. Want 119 bestaat nog. Ik ga geen namen filmen, maar 119 bestaat. Ik ben nog eigenlijk gewoon benieuwd om eigenlijk gewoon eigenlijk aan te bellen ook. Om te vragen van hoe en de wat. En dat in deze rare tijd. Ja, precies. Nou, het is inderdaad deze woning. Waar mijn oma dus is geboren. En mijn overgrootopa en oma hier hebben gewoond. En dus oma heeft hier dus ook gewoond. Vroeger in de jeugdige jaren. Ja. En we hebben het even nagevraagd aan een paar jongens die hier op dat moment even waren. Maar inderdaad, hier is dus 119. Zoals je dit kan zien. 119. En het zou eigenlijk vorig jaar gesloopt worden, deze hele flats aan deze kant en deze kant. Helaas. En er komt dus nieuwbouw voor terug. Ben ik nog blij dat ik toch hier naartoe ben gegaan. Ja. Anders had het weg geweest. Al had ik het dus niet meer gezien. Daarom staat het ook dus daarboven al waarschijnlijk leeg. En daar dus, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zal even inzoomen. Een hele rare andere deur. Het is niet een deur zoals je dat wellicht zou kennen. Dus dat. Ik dacht dus eerst eigenlijk dat 119 deze woning zou zijn. Maar nee, ik heb het nagevraagd. Het is inderdaad deze woning. Rechts is 117. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. Dat ik hier toch nog even ben geweest. Nou, en hier keken ze dus eigenlijk op uit. Het is dus nou allemaal ijzer, ijzer, ijzer. Omdat het dus hier gesloopt gaat worden. Boven ook. Dus daarom staat het ook leeg. Dus ja, en hier keken ze gewoon op uit, hè. Vanzelf. Klein straatje. In Rotterdam. De Tweeborststraat 119 te Rotterdam. Tweeborststraat 88, daar kijk ik zo op uit. Ja! Ja, Rodi vindt weer iets moois. Een hele mooie lucht. En dat wil ik eventjes erop hebben. Rechtdoor trouwens. Oh, enigszins, by the way. Maastunnel volgen. Zoeken. Ja, hier hebben we inderdaad gereden toen met... yes, inderdaad zo. Kwak die rochel maar daar, meneer. Uitzoomen. Nee, zie je dat en dat ik dat doe en dat hij dan zelf soms zijn eigen leven heeft? Mm-hmm. Dat is irritant. Mm-hmm. En jij gaat vol door rood, jongen. En daar rijdt hij. Hij reed dus eerst hier langs, hij gaat zo en zo.
niet gelijk hier, maar de volgende volgens mij. Nou, ik weet niet of jullie dit kennen, maar dit moet je lekker drinken met kokend water. Ja. Vers gekookt water. Vers gekookt water. En ik weet, mijn zus die kent deze wel, maar ik weet niet of ze deze twee kent. Nee, dat weet ik ook niet, nee. Nou mensen, de avondklok is dus vanavond ingegaan om 9 uur. En zo rustig is het dus. 'S Avonds laat. Ro is weer gewoon aan het lopen met de twee zusjes. En ik heb met Lady, kom ik er toch nog even uit, hè meisje? En zo rustig is het dus. Of af en toe een autootje. Maar eigenlijk ook helemaal of verder is niks. Je kan gewoon een bom af laten gaan. En dan hoor je het nog wel. Kun je nagaan, alles ligt plat. Ja, hè Leed? Ja. Maar ik ga Ro weer lekker bellen. Ja. Yeah.